Motor manoeuvreren en dat met een boot. Even het uitlegtafeltje. Hier hebben wij een box. Een box is voor Leekentaal een ligplaats voor een boot. De wind komt hier vandaan, in dit geval, en je wilt graag in die box varen en je wilt ook nog met de achterkant naar de kade zodat oma makkelijk af kan stappen. We benaderen de box tegen de wind in, achteruit varen. We varen de box in, we varen de box in, we varen de box in. En we leggen het eerste lijntje aan de kikker op de kant. Dan zetten we de motor zachtjes in zijn vooruit, zodat hij tegen de wind in blijft liggen. Dan kun je dit lijntje vastleggen, de voortros. En dan, de rest maakt niet veel meer uit, want de wind duwt de boot toch naar de lijzijde, zoals dat heet. En u ligt in de box. Een eer om hier te mogen staan. Ik ben zelf nog niet zo lang voorzitter, een jaar. En ja, nu mag ik die openingshandeling laten verrichten door de burgemeester. En ik mag u toespreken. En ja, we hebben het weer mee, we hebben de mensen mee, we hebben het eten en drinken mee. Volgens mij kan het niet meer stuk. Dank u wel. Ja, volgens mij staat de voorzitter hier heel blij. Maar nog veel meer mensen kunnen hier heel blij zijn. Want ik denk dat het ongeveer een jaar geleden is dat een lokale krant hier kopte: jachthaven eindelijk op de schop. En als we nu een jaar verder kijken, dan kunnen we zien dat er heel veel werk is verzet. Dat er een heleboel lichtplaatsen zijn bijgekomen. En dat het voor een heleboel mensen echt genieten is. Maar voordat het zover was, heeft het toch wel even geduurd. En als ik het heb over dat even, dan denk ik dat de allereerste plannen al wel zo'n 30 jaar oud zijn. En niet alleen dat die plannen al zo oud zijn, er is inmiddels ook heel wat papier daaraan besteed. Als ik goed ben ingelicht, dan gaat het meer om 1000 pagina's die de afgelopen jaren hierover volgeschreven zijn. En dan heb ik het over bestemmingsplannen en dergelijke. Maar ja, het was ook niet niks wat hier gebeurde, want u zit wel in een beetje een kwetsbaar gebied. Er zijn veel instanties zijn er betrokken geweest bij een en ander. De Gelderse Natuur- en Milieufederatie speelde een belangrijke rol. Ik sprak net nog met mensen van IVN die ook heel erg blij waren hoe het hier gerealiseerd is. En die hadden nog wel wat kleine wensen, maar ja, dat komt misschien in de toekomst komt dat nog wel.
Een wat minder makkelijke partner was volgens mij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat die hier wat water had, die wat gronden hier had. En voordat dat allemaal overgedragen kon worden, ja, moest er nogal veel gediscussieerd worden met Rijkswaterstaat. En wat ook zo is, vroeger spraken de mensen wel van Nijkerk aan Zee. En we zitten hier echt aan zee. En Nijkerk aan Zee is volgens mij ook heel symbolisch terug te vinden in het feit dat wanneer u kijkt naar wat hier op de grond ligt, dat lag een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, lag dat ongeveer 2 kilometer verderop, 3 kilometer verderop. Want de stenen die hier voor een deel liggen, die komen uit de Oosterstraat, Frieswijkstraat. En die zijn door de gemeente beschikbaar gesteld en die zijn hier terechtgekomen. We hebben ze hier naartoe getransporteerd. Maar wat ook heel erg mooi was om vervolgens te zien dat een heleboel mensen hier binnen uw club de handen uit de mouwen heeft gestoken. Met enorm veel vrijwilligers bent u aan de slag gegaan. Zijn de stijgers zijn er gemaakt. Bestrating is voor een deel is dat aangelegd. Keitjes zijn er gelegd. En ik denk meer dan een groot compliment dat u dat op die manier gedaan heeft. En dan zie je dat je in wisselwerking met bijvoorbeeld een gemeente ook een heleboel dingen voor elkaar kunt krijgen. En ik denk dat ik u met z'n allen mag complimenteren wat er hier gerealiseerd is. Ik vind het echt fantastisch. Nijkerk kan nog beter geassocieerd worden met het water nu. Want in het verleden voeren de mensen hier wel langs. En was het misschien minder duidelijk dat hier een jachthaven was. Maar als je hier nu langs gaat, dan kun je natuurlijk dit niet missen. Het ziet er enorm feestelijk uit. Enorm veel complimenten voor wat u de afgelopen jaren hier gerealiseerd hebt. En ik hoop dat niet alleen u, maar een heleboel andere mensen daar ontzettend van kunnen genieten. Gefeliciteerd daarmee. Dank u wel. Candy. Ik wil jullie, mede namens het bestuur van het Watersportfront, heel hartelijk feliciteren met dit mooie resultaat. Ter gelegenheid hiervan hebben wij een check voor jullie gemaakt. Die is goed voor de opleiding van zeilinstructeur 2. Zodat wij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de jeugd bij deze haven. Want de jeugd is de toekomst van de haven. Nou zag ik dat er op de kantine nog een oud bordje hing met het oude logo, dus ook die heb ik meegenomen. En een hele verse vlag, een nieuwe haven, nieuwe vlag. Ik vind het fantastisch. Hartstikke gefeliciteerd. Dames en heren, wat een fantastische feestdag. Wie had dit mogen dromen 10 jaar geleden? Toen we begonnen met alle kleine dingen aan elkaar te rijgen. Papieren, 1000 pagina's was te weinig. Alleen al 1300 pagina's voor de milieueffectenrapportage. Het waren er 5000 minimaal in totaal. In 1940 is deze vereniging gestart met 8 leden. In 1950 werd de nieuwe haven, de uitgebreide haven aan de overzijde, met trots geopend voor 28 ligplaatsen. Al snel kwam er een ledenstop, want er was een wachtlijst, het kon niet langer. En uiteindelijk in 67 waren wij helemaal over naar deze kant, hadden wij onze eerste langstijger, dwarsstijgers in de loods van oud-firma De Groot. En in 2000 hadden wij verdere plannen. Al veel eerder waren er plannen, maar die plannen die verzonden elke keer of ze leken te kostbaar. Nijkerk heeft de historie van de Zuidwal. Een klein en moedig volk. Een dorp dat ze weerga niet kent. Met doorzettingsvermogen, visie en keihard aanpakken. Met 70, 80 vrijwilligers. Elke keer maar weer door. Met zon, met regen en met stortregen. We hebben hier met z'n allen op de knieën gelegen. Stenen die we van de gemeente kregen op pallets gezet. En uiteindelijk hier weer neergelegd. En jullie zien wat voor resultaat hier is. Hier mogen we geweldig blij mee zijn. En we zijn er blij mee dat jullie hier allemaal aanwezig zijn. Bedankt. Het is zover. De haven is zojuist geopend door onze burgemeester Gerard Renkema. Een geweldige stap voorwaarts voor onze mooie vereniging. In de afgelopen jaren mocht ik als vrijwilliger, bestuurder en projectleider onze uitbreidingskaart trekken. En dat begon eigenlijk voor mij 9 jaar geleden. En samen met Martin hebben we eigenlijk de projectontwikkeling en planvorming hebben we een soort rollercoaster ride meegemaakt. Want het ging echt alle kanten op. Soms stormde het heel hard,
Soms was er een periode van windstilte. Noem het maar op. Maar samen hebben wij toch het Zuidwalschip in die dagen hier doorheen mogen sturen. Dat maakt mij trots. En niet alleen op Martin en op het uitbreidersteam. Nee, het is eigenlijk trots op de hele vereniging. Maar wat is namelijk het geval? Iedereen heeft letterlijk zijn steentje bijgedragen. En daar wil ik graag met u op proosten. Dus als het goed is, heeft u allemaal een glas. Proost! En dank u voor uw aanwezigheid. Dank u wel. Reaching out. Touching me, touching you, everybody go, sweet Caroline, oh, 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 sweet times never seem so good, I'm inclined to believe.